in de grote hal. En dadelijk, Piet, gaan we gewoon naar de verschillende klassen toe. Want kan ik jullie nog eventjes uitleggen wat we het afgelopen jaar allemaal gezien hebben van jullie. De gluurpieten. En die hebben leuke dingen te vertellen. Even, dan moeten we het gaan zingen, fluisterend. Dat is heel, heel, heel moeilijk. Boeren op zijn paardje, het trek op en neer. Hoe waaien de windkons al heen en al weer. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. Goed zitten of wil je op de stoel zitten? Wat? Heeft de knutselpiet mij verteld? Er zijn de dieren die doen allemaal zo goed. Pak even een applausje voor deze knutsel dan. En ik vind ook dat een heel mooi pak. Jij ook dan? Ding, ding. Wat goed, hè? Dan hebben we een nieuw dansje gaan bedenken. Als Pieter. Een ding, ding dansje. Dat lijkt me leuk. En dan gaan we lopen. En dan gaan we heel rustig lopen. En Sint gaat looprustig. Rustig lopen. Mooi op te rijden. En hoe doe jij dat goed? Knap hoor. Oh, geweldig hè. Ja, dan mag je best wel applaudisseren allemaal hoor. Dat moet je ook wel. Wat leuk, Dilaro. Wat ziet er schitterend uit, wat feestelijk. Dilaro en Dilaro. Dan ga ik snel zitten. Dilaro en Dilaro. Kun je het nog even houden? Ja. Oh, wat fijn. Als je niet meer volhoudt, dan hoef ik deze niet er maar bij. Dat je goed je best doet met schrijven, lezen en rekenen, dan kun je later in de toekomst heel wat voor je broertjes betekenen. Sint ziet dat Bas ook goed werkjes gaan maken. En met Gim liep je als een echt pietje over de dag. Dat is fijn, Sint. Dat is een fijne knuffel, hè. Zullen we ook wat proberen, Sint? Zo, hè, dan lukt het even op, hè. Weet je, hee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 
kun je goed delen en fijn samen spelen. Want zolang iedereen lief is, kan het jou niets schelen. Is dat een mooie zin? En we zijn zo blij, want er zijn geen stappen kinderen bij. Goed zo. Ja, maar ik ben niet zo bang. Nee, dat merk ik wel. Heeft die baat? Wel, ja, jij hebt het aan mij gegeven. Ja, ik heb aan jou gegeven, maar wie heeft hem gemaakt, denk je? Weet ik niet. Feyenoord. Bij Feyenoord? Nou, dan hoop ik dat gaat lukken. En jouw naamgenoot is dan nou trainer, hè? Gewoon lekker eten laten zijn. En je bent zo lief dat je voor de andere ook wel eens wat meegeeft. En dan wil ik jou echt voor bedanken. Dus dank je wel voor al het lekkere eten wat je soms meeneemt. En ik wil graag applaus voor jou. Luister wel goed naar die juffen van jullie. Ze helpen graag. Echt waar. Hoeft niet alles alleen op te lossen. En kijk maar eens wat Piet voor jullie mee heeft genomen. Want we zijn niet met lege handen gekomen. Heel veel plezier vandaag en tot volgend jaar. En onthoud het goed. Wees niet voor elkaar. Ja? Hartelijke groeten van Sint met hulp van de dicht. Op de zijbad, spelen erg graag buiten op het plein. Nou, dat vinden ze echt heel erg fijn. Hé, hey, Roelof! Roelof! Waar is je potlood nou gebleven? Zag ik dat ergens nog een lokaal heen geschreven? Sinds ik laatje dag, 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 Zwarte Piet.